Dan gaan we beginnen met het programma. De eerste spreker van vanmiddag is Jan-Peter Raken, kinderarts uit Groningen. Ik wil u graag vragen om naar voren te komen. En zijn presentatie is getiteld Wat ziet de kinderarts in zijn spreekkamer na behandeling van kinderen door alternatieve behandelaars? Jan-Peter Raken. Goed, dankjewel. Er zijn nogal wat tegeltjeswijsheden en heel veel tegeltjeswijsheden zijn natuurlijk erg waar, maar soms moet je tegeltjeswijsheden aanpassen. Alternatieve behandelwijzen, het baat niet, maar het kan wel schaden. Ja, en als een volwassen persoon zich aan de schadelijke effecten van alternatieve behandelwijzen wil onderwerpen, dan kun je nog een beetje denken van, nou ja, dat is eigen keuze. Een kind daarentegen wordt meegenomen door ouders naar een eventueel alternatieve behandelaar. En ja, moet je een kind daar niet tegen beschermen? Dat wou ik eigenlijk het komende half uur met u bespreken. Baat het niet, het kan wel schaden over alternatieve behandelwijzen bij kinderen. En ik wil eigenlijk tot twee stellingen komen en die kunnen we aan het eind van dit verhaal ook met elkaar bespreken, bediscussiëren. Het aanbieden van alternatieve behandelwijzen aan kinderen onder de 12 jaar moet bij de wet worden verboden. En kinderartsen, artsen voor kinderen, moeten zich verre houden van het aanbieden van alternatieve behandelwijzen. En de NVK, dat is onze beroepsvereniging van kinderartsen, en de KNMG moet hier duidelijker stelling in nemen. Ik kom op deze stellingen straks terug. Ik ben dus Jan-Peter Raken, ik werk als kinderarts in het Martini-ziekenhuis in Groningen. Ik heb verder geen conflict of interest en mijn afdeling heeft wel een samenwerkingsverband met Nutritia, zoals heel veel kinderafdelingen. Ik ben naast kinderarts ook vader van Pien en Flip, 7 en 4 jaar oud. En doe veel op Twitter. En ik twitter onder andere over vaccinaties en het belang van vaccinaties. Ik twitter veel over kwakzalverij en waarom we daar wat tegen zouden moeten doen. En als je veel twittert, dan mag je ook af en toe een blog schrijven. En dan artsenet die vraag je dan om daar om als je mening te ventileren in een wat langer verhaal dan een tweet van 140 tekens. En een van de verhalen die ik vorig voorjaar schreef was kwakzalverij baat het niet, het kan wel schaden. En dat is denk ik ook de reden dat ik hier nu sta. Want het heeft een beetje het balletje doen gaan rollen. Goed. Korte inleiding zometeen. Dan iets over de effectiviteit van alternatieve behandelwijzen bij kinderen. Daar kunnen we kort over zijn. Dan iets over de risico's van alternatieve behandelwijzen bij kinderen. Dan wil ik u even meenemen naar mijn praktijk. Dan iets over wat zijn er nou voor studies verschenen over risico's van alternatieve behandelwijzen bij kinderen. En ja, we kunnen er van alles van vinden, maar waarom kiezen ouders voor alternatieve behandelwijzen? En dan, nou, wat gebeurt er in het land onder kinderartsen en alternatieve behandelwijzen? En dan komen we nog even terug op de twee stellingen. Ja, alternatieve behandelwijzen, voor u allemaal heel bekend. Ik heb toch nog even gekeken van wat voor definitie zou je daar natuurlijk voor kunnen geven. Therapieën, geneesmiddelen en diagnostische handelingen in de gezondheidszorg waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is. Ja, wat is dan kwakzalverij? Nou, Paul Offit heeft een prachtig boek recent geschreven, is ook besproken in het laatste maandblad van jullie, of het tijdschrift van de Vereniging van de Kwakzalverij. En die zegt van ja, wat is dan kwakzalverij? Ja, dat zijn die alternatieve behandelwijzen waarbij dan ook nog eens de reguliere behandelwijzen worden afgewezen. Potentieel gevaarlijke therapieën worden verkocht zonder waarschuwing. Voor relatief goedkope behandelingen veel geld wordt gevraagd. En waarbij ook nog eens het magisch denken wordt gepromoot. Nou, wat voor een alternatieve behandelwijze vind je bij kinderen eigenlijk? Dezelfde als je ook bij volwassenen vindt. Homeopathie, allerlei kruidenbehandelingen. Supplementen met vitamines. Grote doseringen vitamines, alleen manuele geneeswijzen, osteopathie, craniosacraal therapie, bioresonantie, natuurgeneeswijzen, antroposofie, acupunctuur, eigenlijk alles wat je bij volwassenen ook vindt. Ja, als je dan gaat kijken van naar effectiviteit van alternatieve behandelwijzen bij kinderen, dan is dat eigenlijk, die studies zijn niet anders dan bij volwassenen. Als je goed kijkt vind je niet meer dan het welbekende placebo-effect. En hoe beter studies uitgevoerd zijn,
hoe kleiner die effecten ten opzichte van placebo ook zijn. En bij dubbelblinden, gewoon hele netjes uitgevoerde placebo gecontroleerde studies, vind je eigenlijk effect van de alternatieve behandelwijze, is het effect van de placebo. Geldt voor volwassenen, geldt voor kinderen. Ja, dan wordt er natuurlijk altijd gezegd, hè, de reguliere studieopzet die is niet geschikt om alternatieve behandelwijzen te onderzoeken. Het is geïndividualiseerde zorg en het is een pakket van maatregelen en dat kun je niet met placebo vergelijken enzovoort. En het helpt toch, dus waarom zou het moeten werken? Nou, daar komen we straks op, nog op terug. Nou, wat voor risico's kun je dan bedenken over alternatieve behandelwijzen bij kinderen? Nou ja, van homeopathie misschien niet zoveel, hè? De directe risico's, ja, of een waterintoxicatie als je heel veel homeopathische drankjes drinkt. Maar allerlei kruiden en vitamine en supplementen drankjes, die kunnen wel toxisch zijn. Die kunnen direct toxisch zijn, maar die kunnen ook interacties met allerlei andere medicatie die een kind gebruikt aangaan. Nou, dan heb je nog dat al die preparaten gemaakt wordt. Hoe goed is het bereiden? Is het niet toch verontreinigd met allerlei toxische bestanddelen die gevaarlijk voor een kind kunnen zijn? Nou, van manuele therapeuten, van de osteopaat, kennen we natuurlijk allemaal de babynekjes die gekraakt worden en waarbij af en toe een kindje overlijdt. Recent nog weer één in Australië. Acupunctuur kan tot infecties leiden. Nou, allerlei heel goed bedoelde voedingsadviezen kunnen wel tot allerlei deficienties qua voedingpatroon leiden. En soms krijgen ze ook nog heel veel andere adviezen mee, bijvoorbeeld ten aanzien van vaccinaties die tot gezondheidsschade kunnen leiden. Maar wat denk ik er nog een groter probleem is, zijn de indirecte risico's van alternatieve behandelwijzen, omdat het vaak de reguliere zorg die je aan een kind geeft, doorkruist. Of je komt laat in beeld, of je komt helemaal niet in beeld, wat leidt tot later of geen therapie. Of het doorkruist je reguliere behandeling, je reguliere follow-up, waardoor een vergroting van de ziektelast kan ontstaan. Ja, en dan zeg je wel van, nou, ik heb collega kinderartsen die dit er dan een beetje bij doen, de alternatieve behandelwijze. En zeggen, dan hebben we de best of two worlds. We hebben de reguliere blik, maar we hebben nog wel het stukje alternatief wat we dan ook nog aan het kind kunnen geven. Ja, en wat je daartegen pleit is dat je daarmee ook alternatieve behandelwijzen door niet-kinderartsen, door niet-artsen natuurlijk legitimeert. Ook, hè, dat ook mensen die geen artsenblik hebben, geen artsendiploma hebben, wel in een achterafschuurtje aan kinderen kunnen gaan rommelen. Ik wou even meenemen naar mijn praktijk. 6 kinderen. Nathan, Storm, Denise, Ramon, Michiel en Felicia. Het zijn 6 kinderen uit mijn praktijk. Nathan, die kwam op de leeftijd van 3 jaar onder mijn aandacht. Rond de leeftijd van 1 jaar was hij in verband met eczeem was hij bij de huisarts geweest. En hij had best wel heftig eczeem en de huisarts had hormoonsalf voorgeschreven en goede smeerschema's. Maar rond de leeftijd van 2 jaar dacht die moeder van, al dat hormoonzalf en al die, dat gesmeer, ik ga naar een bioresonant. Nou, in Groningen zit een bioresonant, dat is een voormalig laboratoriummedewerker. En die stelde een koemelk, een tarwe en een lactoseallergie vast. Nou is dat altijd zo, want als iemand zegt ik ben bij de bioresonant geweest, dan zeg ik altijd laat me raden, vast een koemelk, tarwe en lactoseallergie. En dat klopt bijna altijd. Nou, maar deze bioresonant die gaf een streng dieet, geen koemelk meer, geen tarwe meer en lactose meer. En die zei stoppen met die hormoonzalf, want dat is inderdaad troep. En die zag het kind na een maand ongeveer nog een keer terug. En toen ging het inderdaad wel wat beter met het eczeem. En daarna was het ook verder geen follow-up. Toen werd het kind rond de leeftijd van 3 jaar door de huisarts naar mijn poli verwezen. In verband met heftig eczeem en ook een groeiachterstand. Dat was het in het laatste jaar. Was hij nog wel 7 of 8 centimeter in de lengte gegroeid, maar er was maar een paar 100 gram bijgekomen. Dus het was echt een magerscharminkeltje geworden. Nou, en dan kom je aan de praat met de ouders en het blijkt toch dat dit jongetje een heel uitgekleed dieet kreeg, waarbij sommige dingen wel mochten, maar die wilde hij niet. En andere dingen die hij niet mocht, waar koemelk in zat, of tarweproducten en lactose, die mocht hij van zijn ouders niet. Nou, dus er was ernstige gewichtsachterstand ontstaan ten gevolge van een deficiënte voeding. En verder was het kind erg ongelukkig, want hij had eczeem alweer maanden al over zijn lichaam. En dat eczeem was dus onderbehandeld. Nou, als je dan kijkt wat voor schadelijke gevolgen dit jongetje had van de adviezen van de bioresonant, dus onderbehandeling van zijn eczeem, had een deficiënt voedingspatroon, waardoor hij niet goed gegroeid was.
En er was ook geen follow-up van de bioresonant geweest. Een ander kindje, Storm, 7 maanden oud. Bij 7 maanden werd dit jongetje opgenomen bij ons op de afdeling in verband met een kinkhoest met heftige stikbuien. Het kindje moest antibiotica, kreeg zuurstof, kon een tijd niet drinken, kreeg dus zondevoeding en is al met al 3 weken in ons ziekenhuis geweest. Wat bleek nu? Dit kindje was niet gevaccineerd tegen kinkhoest. Rond de leeftijd van 2 maanden was het namelijk een erg onrustig, huilerig kindje. En via een antroposofische huisarts was rust, regelmaat, voorspelbaarheid en inbakeren geadviseerd. Nou, dat doen wij als kinderartsen ook. Maar die had ook gezegd, toen het wat, op een gegeven moment wat beter ging met het kindje, laten we die vaccinaties even uitstellen tot na het eerste levensjaar. Nou, en toen ging het daarna met het kindje ook beter, totdat hij dus inderdaad kinkhoest kreeg en ongevaccineerd bleek te zijn. Als hij wel gevaccineerd was, had hij misschien ook kinkhoest gehad, maar het vaccin voor kinkhoest is niet 100% beschermend, maar verloopt het beeld meestal wel milder dan het nu had, was verlopen. Dus hier was het schaden van de alternatieve geneeswijze, was het vaccinatieadvies. We hebben ook Denise, 13 jaar. Kwam toen ze 12 was bij mij op de polykliniek met chronische buikpijnklachten in combinatie met wat wisselend ontlastingspatroon. Dus de ene keer had ze wat dikker de poep, dan weer wat dunne poep. En veel buikpijnklachten en veel schoolverzuim. Nou, dan doe je uitgebreid aanvullend onderzoek om harde lichamelijke oorzaken uit te sluiten. En we kwamen bij haar eigenlijk niet verder dan van, goh, ze heeft een spastische dikke darm, een gevoelige dikke darm en mogelijk een beetje obstipatie. Uitleg daarover, leefstijladviezen, laxeermiddelen. Het gaf allemaal niet heel veel verbetering. Nou, dan verwijzen wij kinderen vaak naar de psycholoog, omdat die dan met de kinderen verder gaat van oké, de pijn is er, maar hoe zorg je nu dat je in je leven niet zoveel last hebt van die pijn? Maar dat beviel er eigenlijk helemaal niet zo bij onze psycholoog. Dus rond de leeftijd van 13 jaar nam een oud collega van mij, die ook in hypnosetherapie doet, die nam contact op en die zegt van heb jij medisch gezien bezwaar of psychologisch gezien bezwaar dat ik dit meisje hypnotherapie ga geven? Ouders hadden bij hem aangeklopt. Ik heb gezegd, nou daar heb ik geen bezwaar tegen. En in de follow-up gaat het inderdaad beter met het meisje en geen schoolverzuim meer. Dus het zou je misschien wel een succesverhaal van alternatieve behandelwijze kunnen noemen. Het vierde jongetje, Ramon. Ramon die kende ik al lang, vanaf de leeftijd van 2 jaar kwam hij al bij ons op de polykliniek, omdat hij elke keer benauwd was, vol zat, piepte, dus eigenlijk een soort peuterasma heeft. Nou, daar had hij best veel last van en was daar niet altijd in zijn hum, veel benauwd, veel hoesten. En dan ga je hem pufjes geven en onder andere hormoonpufjes om de longen rustig te houden. Nou, daarmee was hij eigenlijk vrij stabiel. Af en toe een klein dipje en dat konden ouders dan over het algemeen wel opvangen met thuis nog wat extra luchtwegverwijders. Maar op een gegeven moment was deze moeder was er toch wel wat flauw van, elke keer maar die hormoonpufjes. En die ging met hem op een 7-jarige leeftijd naar een homeopaat. En die schreef hem bepaalde verdunningen voor. En die zei tevens van, als je dat een tijdje hebt gebruikt, dan moet je die hormoonpufjes, die inhalatiesteroïden, die moet je maar af gaan bouwen. En dan gaan staken, want dan heeft hij dat niet meer nodig. En toen zagen we een paar maanden later, kregen we hem op onze SEH binnen. En moesten hem opnemen op onze afdeling, om verband met toch wel een ernstige astma aanval, waarvoor hij zuurstof nodig had, waarvoor hij een boel medicijnen via kapjes nodig had, maar prednisolondrank, dus een hormoondrank, magnesiumsulfaat, dat is een bepaalde luchtwegverwijder die je dan via een infuus moet geven. En al met al heeft het jonkie 5 dagen bij ons in het ziekenhuis gelegen. Dus hier zie je weer een duidelijk onderbehandeling, hè, doorkruisen van de reguliere behandeling door de alternatieve genezer. Nou, dan hebben we Michiel, 4 maanden oud. 1 maand kwam hij op de polykliniek, huilen, onrust. Kon er verder niet heel veel van maken. Er was een beetje een vicieuze cirkel ontstaan. Ouders in de stress, kind wordt weer gestrest. Nou, dat probeer je uit te leggen. Dan probeer je weer wat rust, reinheid, voorspelbaarheid in te brengen. Inbakeren, video-interactiebegeleiding, om het allemaal een beetje op de rails te krijgen. Toen ging het een paar weken wat beter. Maar zoals vaak bij huilbaby's ging het daarna toch weer slechter. En die gingen op de leeftijd van 3 maanden, hoorde ik later terug, zijn ze bij een osteopaat geweest. Die stelde het KIS-syndroom vast, een syndroom wat wij in de reguliere geneeskunde niet kennen, wat we als niet bestaand beschouwden. Die heeft gemanipuleerd, wat hij ook gedaan heeft.
En na twee sessies was er bij Michiel geen sprake meer van huilen. En waren ouders zeer tevreden. Dus dit is eigenlijk weer een succesverhaal van alternatieve geneeswijzen. Nou, laatste verhaal uit mijn spreekkamer. Felicia. Vanaf de leeftijd van 3 jaar werd zij door een natuurgeneeskundige gezien die moeder via had benaderd. Want ze was een beetje moe. Dat is gewoon geen kind wat heel vrolijk was en wat het lekker deed. Moe, hangerig, buikpijn, een beetje bleek regelmatig. En deze natuurgeneeskundige zei dat komt omdat ze lage bloedsuikers heeft, hypoglycemie. En die maakte een dieetplan voor haar met allemaal frequente kleine maaltijden over de dag. En zo wat meer langzame suikers en niet te veel snelle suikers. En daarmee ging het een tijdje redelijk. En toen ze 5 jaar was, ging het toch weer niet goed. Toen kwam ze bij mij op de polykliniek. Nou, echt wel moe, hangerig meisje. Buikpijn regelmatig. Bleekheid nog steeds. En nou, ze was ook mager. Nou, aanvullend onderzoek gedaan. En toen bleek zij een ernstige ijzergebreksanemie. Dus een ernstige bloedarmoede door ijzertekort te hebben. Bij een glutenintolerantie, bij een celiakie. Nou, dan geef je een glutenvrij dieet. En dan is er volledig herstel mogelijk. En dat was ook bij dit meisje het geval. Dus hier was eigenlijk een hele late diagnose en verlate therapie gekomen door de alternatieve geneeswijze. Nou, dit zijn ze alle 6 nog een keer. 4 keer waar het eigenlijk niet goed ging. 2 succesverhalen. Hè? Dus onderbehandeling. De efficiënte voeding door alternatieve geneeswijzen, inadequate follow-up, verkeerd vaccinatieadvies, late diagnose en late therapie. Maar je kunt ook wel zeggen, dat is een beetje cherrypicking, hè? Want ik had ook nog wel wat andere voorbeelden uit mijn spreekkamer kunnen bedenken. Ik had ook 6 slechte verhalen of 6 succesverhalen van alternatieve geneeswijzen kunnen brengen. Dus dacht ik, dan gaan we toch eens kijken wat er in de literatuur te vinden is over de negatieve risico's van alternatieve behandelwijzen bij kinderen. Nou, voordat PubMed eruit lag, want met Amerikaanse begrotingsperikelen lag PubMed er ook een paar dagen uit. Maar gelukkig had ik daarvoor al zitten zoeken. En er zijn eigenlijk maar 2 goede onderzoeken te vinden over risico's van alternatieve behandelwijzen bij kinderen. Een Canadese studie, de bovenste, en een Australische studie, de onderste. Nou, als je eerst dan naar die bovenste, de Canadese studie, als je die doorleest, hebben ze alle kinderartsen in Canada een vragenlijst gestuurd met heeft u in het jaar voorafgaand aan deze vragenlijst complicaties gezien door het gebruik van alternatieve behandelwijzen bij kinderen. Nou, een kwart van de kinderartsen retourneerde die vragenlijst. En er kwam dit uit. Er werden in totaal 550 complicaties gezien, waarbij geen overlijden van kinderen. 58 was direct door de alternatieve therapieën, dus door het een stof die gegeven was, toxisch was, of dat een behandeling tot schade had geleid. En 488 doordat, reguliere therapie was doorkruist. Jammer van dit artikel is dat verder al deze, dit wordt verder niet uitgewerkt. En wat ook heel onduidelijk is, is of het allemaal aparte complicaties zijn geweest. Want ik weet, als bij ons iets bijzonders in het ziekenhuis gebeurt, dan weten alle 10 kinderartsen weten dat. En als die dat allemaal dan diezelfde casus melden. Dus het is een beetje onduidelijk onderzoek. Een beter onderzoek is het onderzoek uit Australië. Daar hebben ze gedurende 3 jaar elke maand alle kinderafdelingen in het ziekenhuis, in alle ziekenhuizen in Australië benaderd van, goh, hebben jullie schadelijke effecten van alternatieve behandelwijzen gezien? Het systeem kennen wij in Nederland ook, de NSCK. Daar worden wij elke maand gevraagd over een 8-tal ziektebeelden van, ben je dat deze maand tegengekomen in je kliniek? En nou, wat waren daar bijzonderheden? Nou, wat men in Australië heeft gedaan, heeft men dus heel specifiek naar schadelijke effecten van alternatieve behandelwijzen gevraagd. En er werden in totaal in die 3 jaar 40 ernstige schadelijke effecten van alternatieve behandelwijzen gerapporteerd, waarvan 4 overlijdens. Nou, als je dan kijkt, en dit artikel laat wel al die casussen precies zien. Ik weet helemaal niet zo goed of dit nog een klein beetje te zien. Het zijn vrij kleine letters, maar ze laten al die 40 casussen, die benoemen ze. En wat opvalt is dat er 4 kinderen overleden zijn in Australië in die 3 jaar gerelateerd aan de alternatieve behandelwijze. 2 kinderen omdat ze ernstig ondervoed waren geweest door allerlei dieetadviezen met bloedvergiftiging en overlijden tot gevolg.
en 2 kinderen doordat de reguliere therapie was onderbroken door adviezen van de alternatieve genezers. 1 kindje die kreeg bepaalde anti-epileptica, dus medicijnen tegen epilepsie, wat moest worden gestopt. En die kwam in een hele grote epileptische aanval terecht en is daar niet meer uitgekomen. En 1 kindje die kreeg antistollingsmiddelen, omdat hij een bepaalde hartafwijking had. En toen de alternatieve genezer zei van nou, dan kun je beter mee stoppen met die antistollingsmiddelen, heeft hij allerlei embolieën, allemaal bloedproppen geschoten en is daaraan overleden. Dus in 3 jaar tijd 4 kinderen in Australië overleden. Als je dan kijkt naar die 39 kinderen met ernstiger complicaties, is dat 22 keer direct door de alternatieve therapie aan zich en 12 keer doordat reguliere therapie werd doorkruist, waarvan 2 overleden patiëntjes en 5 door ernstige voedingsdeficiënties, waarvan ook 2 patiëntjes overleden. Als je dat naar de Nederlandse situatie doorvertaalt, Australië heeft 21 miljoen inwoners, wij hebben 16 miljoen inwoners ongeveer. Er zijn natuurlijk iets andere culturele verschillen tussen hoe je met gezondheid, ziekte en alternatieve behandelwijze omgaat. Maar als je dit 1-op-1 zou doorvertalen, dan zouden er 6 tot 8 kinderen per jaar in Nederland worden opgenomen met ernstiger complicaties door alternatieve behandelwijzen. En zou elke 1 à 2 jaar 1 kind in Nederland overlijden door direct gevolg van alternatieve behandelwijzen. Dat is niet zoveel. Maar misschien wel heel veel als je denkt dat je het doet om iets wat geen effect heeft. Kijk, door de reguliere geneeskunde overlijden waarschijnlijk, of waarschijnlijk weet wel zeker, overlijden meer kinderen. Maar daarmee probeer je nog winst te behalen. Dus het lijkt niet veel, maar ik vind het wel veel, omdat de effectiviteit niet anders is dan dat van placebo. Toch maakt 1/3 van de patiënten die bij de kinderarts komt, die maakt ook gebruik van alternatieve behandelwijzen. Er is een enquête geweest op een poli in Amsterdam. Veel, vond ik echt heel veel, 1/3. Maar misschien is het ook wel niet zo heel gek, hè? Want waarom kiezen ouders voor alternatieve behandelwijzen? Als regulier kinderarts kom ik heel vaak, kom ik niet tot een harde somatische diagnose. Er komen veel kinderen bij mij met klachten waarbij wij zeggen, het is niet iets ernstigs, het is niet iets hartslichamelijks. We kunnen niet direct iets voor u doen, hoofdpijn, buikpijn, moeheid. Heel vaak zit daar geen harde diagnose achter. Huilbaby's, heel vaak geen harde diagnose. En dan zeggen we, oké, de behandeling moet meer op psychologisch, sociaal, pedagogisch vlak. En dat is natuurlijk soms best lastig voor de patiënt en voor ouders. En dan stellen we wel een diagnose, astma, eczeem, autisme, diabetes. En dan kunnen we het nog niet genezen, ook nog niet. We kunnen het behandelen, maar we kunnen het niet genezen. Dus we behandelen, we begeleiden, maar we genezen niet. Ja, en dan kom je bij de alternatieven, en die heeft altijd een diagnose. Die heeft ook nog een pilletje of een potje of een apparaatje, eenvoudige therapie. En die biedt ook nog eens hoop op genezing, zelfs van autisme of wat dan ook. En dan is het ook nog een beetje natuurlijk, individueel, hè, speciaal voor u, voor jou, deze therapie. Een beetje magisch, historische banden. En je krijgt er nog wat levenslessen bij, dit moet u wel, dit moet u niet, dat moet u wel. Dus nou ja, dat maakt dat ouders toch soms het reguliere wat afkeren en zich naar de alternatieve hoek verplaatsen. Nou, als je dan kijkt in Nederland naar het aanbieden van alternatieve behandelwijzen, dat zijn gewoon algemene cijfers, huisartsen 4% van de huisartsen, medische specialisten heel weinig, onder de 1%. Er is een enquête gedaan onder Nederlandse kinderartsen. 24% respons, hè? Dus het is wel een geselecteerde groep die dan zo'n enquête invult. En van die 24%, 39% doet zelf iets aan alternatieve behandelwijzen en 30% verwijst door voor alternatieve behandelwijzen. Enorme getallen vond ik dat. Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag, wat is allemaal alternatieve behandelwijzen? Wat valt daaronder? Als je hypnotherapie bijvoorbeeld onder alternatieve behandelwijze wel zet, nou, dan kan ik me voorstellen dat er wat meer collega's zijn die zeggen, daar doe ik wel aan. Als je het echt over homeopathie, natuurgeneeswijze, et cetera hebt, dan vind ik dit echt schrikbarend hoge cijfers. Zo niet zo gek, hè? Er is ook al wel wat publiciteit over geweest. Het ziekenhuis in Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, groot ook in medisch contact gezet, kinderarts. En is kind bij de kinderarts geweest, gaat hij daarna nog even naar de natuurgenezer. En die stelt ook nog wat druppeltjes en wat steentjes en dan heeft het kind een betere afweer.
Nou, de NVK, mijn beroepsvereniging, die neemt daar gelukkig afstand van. Het bestuur van de NVK neemt afstand van de inhoud van het artikel en de daarin gesuggereerde meerwaarde van samenwerking met een natuurgeneeskundige. Maar het spreekuur bestaat nog steeds. Als je gewoon op de Slotervaartziekenhuis kijkt, dan zie je gewoon kinderadviespolie voor integratieve geneeskunde. Wordt gewoon open en bloot mee geadverteerd. Ja, en dan de osteopaat, de nekjeskraker. Almere Kinderkliniek. Gewoon op de website bieden ze het aan. En dan in Rotterdam. Aan het universitair, dus een wetenschappelijk hoopje ziekenhuis. Daar doen ze gewoon onderzoeken naar massagetechnieken met mandarijnolie. Om kinderen na bepaalde chirurgie wat minder gestrest te laten zijn. En dan zijn ze ook nog verbaasd dat eruit komt dat er geen verschil zit tussen de groep met en zonder mandarijnolie. Maar ergens heeft hij wel een medisch-ethische commissie toestemming voor gegeven. Ja. Nou, al die kinderartsen die zich met dit soort dingen bezighouden, die hebben ze dan ook verenigd in de werkgroep Integratieve Kindergeneeskunde. Nou, integratieve kindergeneeskunde heeft meerwaarde, doordat niet alleen maar naar lichamelijke klachten en ziekte wordt gekeken, maar ook naar aspecten als ontwikkelingsfase, persoonlijkheidsstructuur en gezins- en schoolsituatie. En doordat met de patiënt en ouders tot een behandeling wordt gekomen. En dan word ik altijd heel boos. Want dat doe ik de hele dag. Dat is gewoon volgens mij kinderartsenwerk. Nou, en dan hebben we in december 2011 nog de top of the bill gehad. Een heel tijdschrift kindergeneeskunde gewijd aan integratieve geneeskunde. Dus het speelt wel in kindergeneeskundeland. Het is eigenlijk wel heel bijzonder, want al die alternatieve behandelwijze, al die therapieën, die staan in geen enkel kindergeneeskundig protocol. Dus alles wat je daarin doet, is afwijken van het protocol. Ik wijk ook veel van protocollen af, maar al die alternatieve behandelwijzen staan echt in geen enkel protocol vermeld. Dus, alternatieve behandelwijzen bij kinderen, het baart niet, maar het kan wel schaden. En waarbij een volwassene nog de eigen keuze maakt om voor iets te kiezen, worden kinderen meegenomen door hun ouders en moet je kinderen dus blootstellen aan de, nou ja, bepaalde denkbeelden van ouders ten aanzien van hun gezondheid en de behandeling van ziekte. Ik denk dat je daarom erover na zou kunnen denken of het aanbieden van alternatieve behandelwijzen aan kinderen onder de 12 jaar niet bij de wet moet worden verboden. Waarbij je niet het kind of de ouders straft, maar juist de behandelaar, als die zich aan kinderen onder de 12 jaar zich daarmee inlaat. Met name om gezondheidsrisico's. En ik denk dat kinderartsen zich verder moeten houden, dus zich meer verre moeten houden van alternatieve behandelwijzen. En dat mijn NVK daar duidelijke stelling in mag nemen. Ook omdat het, als je als kinderarts je met alternatieve behandelwijzen bezighoudt, het ook legitimeert dat niet-artsen voor kinderen zich met kinderen en alternatieve behandelwijzen bezighouden. Ik dank u voor uw aandacht. Dankjewel Jan-Peter voor deze mooie, heldere uiteenzetting. Is er iemand die vragen heeft? Ah, één vraag. Waarom 12 jaar is de vraag? Ja, daar heb ik over nagedacht. In Nederland is het zo dat tot de leeftijd van 12 jaar de ouders beslissen over de medische zorg van een kind. Tussen 12 en 16 jaar doen het kind en ouders dat samen. En boven de 16 jaar is het kind, nou ja, dan niet meer kind, maar de puber, de adolescent zelf verantwoordelijk. Dus tot 12 jaar zijn ouders volledig 100% in charge. Dat is waarom 12 jaar heb gekozen. Ja. Okay, nog meer vragen? Ja. Mm-hmm.
Ik denk het wel. Ik zal de vraag even herhalen. Bij de nadelen van alternatieve behandelwijzen van kinderen mist meneer het geldaspect. Dat de behandelingen duur zijn, of de behandeling zelf, of de apparatuur die nodig is voor de behandeling. Ik denk dat dat een hele goede aanvulling is. Ik ben het niet zo in mijn praktijk tegengekomen. En ik ben het ook niet in de literatuur, heb ik het niet gezien, dat dat genoemd werd. Dus daarom heb ik het er niet bij gezet. Maar ik denk dat het een hele goede aanvulling is, ja. Er is nog een vraag. Kunt u gebruik maken van de microfoon? Hier is de microfoon. Dankjewel. Ik ben Jan-Luc Asket. Ik ben kinderarts. 2 jaar geleden heb ik de praktijk na 30 jaar gestopt. Gewoon prima. Ik ken dit verhaal van jou, herken ik in de praktijk heel goed. En ik vind het heel fijn dat je het hier zo eens vertelt, Jan-Peter. Ik volg je ook op Twitter en je bent altijd een vreugdevolle onderbreking van mijn dag. Dankjewel. Er is natuurlijk de wereld hierover te vertellen. En wat mij altijd verbaast is, ja, die ouders, waarom doen ze dit? En dat heeft natuurlijk gewoon, je hebt het ook al aangestipt, het is pedagogisch, het is moeilijk om een kind wat ongrijpbaar is om dat te behandelen. En dan is dit natuurlijk al erg makkelijk, want het staat buiten je, je kunt het overdoen aan iemand anders en die neemt de verantwoordelijkheid dan voor je. Bij chronische patiënten is het heel naar, want daar schieten we klaarblijkelijk tekort bij de begeleiding. Nou, daar ken ik natuurlijk ook fantastische voorbeelden van, de smeerseltjes van de Chinese dokter. En toen mocht ik die eens even bekijken wat het dan was. Nou, dat is gewoon alleen maar corticosteroïden in dat geheime zalfje, zonder dat er een etiketje op zit of wat dan ook. Dat geld is wel een probleem, vind ik. En ik heb, patiënten wisten heel goed dat ik me niet bezig hield met acupunctuur, homeopathie en dat ik een hekel had aan kwakzalverij. Daar durven de patiënten ook wel over met mij van gedachten te wisselen. En dat is natuurlijk het mooie. En dan kom je natuurlijk een stukje verder. En dan kom je achter die achterliggende vraag. En dan kun je proberen de mensen duidelijk te maken dat gezondheid nooit een doel is in ons leven, maar gezondheid is een middel om te leven. Dus dat is een belangrijke. En dat geld, dat is natuurlijk ook altijd zo. Het kost natuurlijk altijd 50, 75, 100 euro. En daarvan heb ik altijd tegen de ouders gezegd, doe het nou niet, stop het in de spaarpot en ga ermee naar de Efteling of zoiets dergelijks. Dat is veel nuttiger en veel prettiger. Ik denk dat we het eens kunnen zijn. Dank u wel. Helemaal mee eens. Nog een dringende vraag. Even kijken. Ja, Frits, jij hebt een dringende vraag. Ik heb ook een zeer dringende. Oké. Ik heb een zeer dringende. Ik weet dat u tijd beperkt was. U heeft maar 6 voorbeelden gegeven. Ik zag bij uw voorbeelden geen voorbeeld van een kind met gedragsproblemen. Nou is er in de jeugdgezondheidszorg, komt er voor in januari 2015 naar mijn idee een zeer verontrustende ontwikkeling. Namelijk het feit dat kinderen met gedragsproblemen, die moeten dan eerst bij de gecertificeerde instelling van jeugdzorg, voordat ze überhaupt naar een kinderpsychiater of een kinderpsycholoog mogen. En dan moeten ze 6 keer in Amsterdam, 6 keer moeten ze gezien worden, eerst door de ouder-kindadviseur met een dubieuze opleiding, voor ze überhaupt bij een kinderarts of kinderpsycholoog mogen komen. Nou, als ik u mijn vraag mag onderbreken, is, ik denk dat hoe vindt u die ontwikkeling? Spreker het daarover gaat hebben. Dus de volgende spreker neemt het Ik denk dat de volgende spreker inderdaad, Robert, hier, ja, die gaat daar iets over zeggen. Als kinder- en jeugdpsychiater is hij daar nog directer bij betrokken. Maar het is absoluut een... Goed. Ja. Nou, dankjewel Jan-Peter.